is dit wat ik wil? En maakt dit mij echt gelukkig? De focus op één doel? Wat niemand je meer in de weg kan zitten. Het is niet zomaar iets. Altijd die plaatjes van de perfecte lichamen. Vroeger dacht ik altijd van, het zou wel vet zijn om zo'n mooi lichaam te hebben en dat bij te houden. En die droom, die is in vervulling gegaan. Ik ben samen met Mark Hartkamp, ben ik gaan strijden. En ben ik bijna gekomen waar ik ben. In een 3 maanden traject ga ik proberen een sixpack te krijgen en te trainen naar de shape of my life. Ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen, wat de positieve en negatieve gevolgen ervan hebben. Ik ben benieuwd of mijn motivatie hoog genoeg is om het traject af te leggen. In ieder geval, mijn motivatie is nu zeker hoog, maar ik weet dat er ups en downs gaan komen. Ik ben er klaar voor en ik hoop jullie ook. Dit is de journey van Marcus on Vlog, Road to My Sixpack. Oh, wacht. Dit ben ik, Marcus. Ook wel bekend als Marcus on Vlog. En wij, nou ik, ga proberen in 3 maanden een sixpack te trainen. Maar waar is het allemaal begonnen? Yes Marcus, goedemorgen jongen. Deze had je niet zien aankomen, hè? Ik wil jou vandaag feliciteren met je verjaardag, 17 jaar. Daarnaast, omdat je 17 jaar bent geworden, krijg je van mij een training. Je mag van mij een keer meetrainen. We gaan een beetje kijken naar je techniek. En daarnaast gaan we gewoon een lekkere sessie inzetten. Daarnaast krijg je van je ouders begeleiding van mij zometeen. We gaan kijken wat voor pakket precies bij jou past om richting jouw doelstellingen te werken. En ja, dat zullen we ergens deze week, volgende week bekijken. Dat komt wel goed. Binnenkort gaan we lekker die training inplannen. Maar voor nu in ieder geval een fijne dag. Geniet ervan met vrienden, familie. En dan spreken en zien we elkaar snel. Yes! Later! Waar beginnen we? Voeding. Het allerbelangrijkste van alles. Mijn ontbijt. Een banaan, cacaopoeder, amandelmelk en pindakaas. Voor een goed gevulde maag. Om mijn eerste dag te beginnen van het 3 maanden traject. En ja, het was best lekker. Uiteraard moet ik van mijn luie reet af en naar de sportschool. Voordat ik begon werden er foto's gemaakt om precies het verschil te kunnen meten tussen gewicht en omtrek. En ik moest minimaal 2 keer per week naar de sportschool. En dat was prima vol te houden. Oké, let's go. 3, 2, 1. Dan maar op een gegeven moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 en push. 3, 4, 5 tot 10. 8, 9, 10. Hoppa, lekker man. En toen moest ik 4 keer in de week naar de sportschool. Het was mentaal nog steeds prima te doen. Alleen, het kostte iets meer moeite. Thank you.
heb nu net 426 calorieën verbrand in 30 minuten, helemaal dood. En dit wordt de daily challenge om elke dag te proberen veel calorieën te verbranden. Zo echt pensioen mogelijk. Maar ja. Gaat kijk dit, hè? Everything for. Kijk, ik zet dit op de vlog. Holy kijk, ik heb een zwart shirt, man. Ik heb ook een psychonaut shirt. Voor de boys. Yo, we hebben het geknald. Ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik zit zo in dit traject, in het project van Mark. En ik doe mijn best en ik probeer mijn motivatie te vinden om gewoon door te blijven gaan. Mijn voedingspatroon te volgen. Alleen dit weekend was het voor het eerst fout gegaan. Ik liet me helemaal gaan. Oké, jongens, volgers. Snoep in de bioscoop. Het is niet best. Ik kan nog de keuze nemen om het niet te nemen, maar ja. Bioscoop, snoep of popcorn. Ja. Dat wordt weer 2 uur lang op de band lopen. Keuzes maken. Maar als je dan de volgende nacht wakker wordt, dan denk je van fuck, dat heb ik gedaan. En dat was dus ook te blijken op de weegschaal. Ik ga zo meteen naar de sportschool. Gaan we lekker cardio. Voor mijn eigen bestwil. Maar ik moet gewoon eventjes weer zien op te pakken. En gewoon mijn normale eetpatroon te volgen. En gewoon nog 2 maanden gaan knallen. Want ik heb nu al zo'n goede prestatie neergezet. En nu moet ik het ook afmaken. Gewoon die kers op de taart gooien. En ik denk dat ik dat maar ga doen. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Ik wil aan het begin van deze toespraak mijn medeleven uitspreken met de families van de mensen die inmiddels aan het virus zijn overleden. Iedereen die in het ziekenhuis ligt of thuis aan het herstellen is, wens ik veel beterschap en sterkte toe. Oké, ik weet niet waar ik moet beginnen. Jullie weten allemaal dat het coronavirus in Nederland is getroffen. Er zijn al veel Nederlanders besmet. En ja, bijna iedereen is in quarantaine. Waaronder ik dus. Normaal zou ik lekker met mijn vrienden lekker naar de sportschool gaan en lekker de gym slopen. Alleen ja, dat gaat dus helaas niet. Omdat bijna iedereen moet de sociale contacten vermijden. En ja, het is wel heel erg jammer. Want kijk, ik zit nu bij Hartkamp. En alle leden van Mark Hartkamp zijn bezig in een traject. Alleen ja, nu is het moeilijk af te maken, weet je. Je kan natuurlijk, je kan thuis trainen, je kan gaan hardlopen, maar de motivatie haal je meestal wel uit de sportschool. Tuurlijk, je moet de motivatie ook uit jezelf kunnen halen en dat doe ik ook. Tuurlijk, ik probeer zoveel mogelijk oefeningen te doen die Hartkamp mij opgeeft. Alleen ja, ik heb altijd, als ik bezig ben, heb ik minder honger. En vooral in deze periodes, deze week al, krijg ik meteen weer hongerkick. Dat ik zeg maar veel sneller honger heb, omdat ik minder bezig ben. Ik zit alleen maar binnen. En tuurlijk, ik kan naar buiten gaan, alleen ja, ik kan gewoon lekker naar de sportschool. In ieder geval, de gezondheid is nu het allerbelangrijkst. Daarom eet ik gewoon nog steeds gezond en let ik op mijn voeding. Alleen ja, ik ben nu iets minder bezig met op mijn voeding letten, zou het zo zeggen. Omdat ik nu gewoon binnen zit en ik ben niet iemand die alleen maar bezig is met ik moet dit en ik mag dit niet, weet je wel. Omdat ik nu toch niet echt naar buiten kan. Want normaal ben je bezig en dan heb je gewoon echt je voedingsstoffen nodig. Alleen nu let ik er niet echt op. Dus soms zit ik er over, soms zit ik eronder. En ik wil gewoon even melden dat gewoon eventjes een onzekere periode gaat worden.
en dat ik dat met jullie ga delen. In ieder geval, ik wens iedereen sterkte. Gewoon vooral in deze periode. Doe gewoon je ding. Heb elkaar lief. En wees gewoon voorzichtig met wat je doet. Tuurlijk, het liefst zou ik nu naar buiten willen gaan. Maar alleen dat gaat dus niet. En ja, ik moet me gewoon even inhouden. Straks kan ik mijn ding weer doen. Maar het is gewoon eventjes onzeker deze periode. In ieder geval, jullie gaan, ik ga jullie meenemen in mijn documentaire. En ik hou jullie allemaal op de hoogte. Het is gewoon eventjes moeilijk. Oké, ik heb dus een post gedaan op Snapchat, op mijn story, van This 10 days will be so fucking hard, 10 days left for the big result. Ik heb dus aangegeven dat, dus dat ik nog 10 dagen over heb, voordat dat het 3 maanden traject is gestopt, zodat iedereen het weet. En na dit zal er een hele vette documentaire komen, die zijn jullie dus nu aan het kijken. Doe dat blauwe duimpje omhoog, abonneer beneden en laat zeker een comment achter, want ik heb hier zo hard voor moeten werken. Dus beloon het eventjes zeker met een leuke reactie. Maar ik hou ook sowieso de mensen om me heen op de hoogte, vooral nu in deze periode, omdat niemand naar buiten kan. Naar de sportschool of wat voor redenen dan ook. In ieder geval, ik hou jullie allemaal op de hoogte en ik ben zo benieuwd naar het resultaat. Ik ben nu al, we moeten nu pas 10 dagen nog, de 10 dagen moeten nu nog komen. Maar ik ben nu al zo erg in de spiegel aan het kijken van, die vetjes moeten weg, die vetjes moeten weg. Ik ben te dik, maar dat is helemaal niet zo. Ik voel me gewoon lekker in mijn vel. Tuurlijk, weet je wel, ik was wel een beetje stevig gebouwd. Maar dat is ook prima, weet je. Het is helemaal niet zo van, je moet afvallen. Het was gewoon van, ik wil dit behalen, dit is mijn doel. Zo moet je ervoor gaan. Als jij denkt van, hey, ik vind het helemaal niet leuk om te sporten. Ik hou gewoon van lekker eten. Doe gewoon mijn ding, weet je. Is ook prima. Maar dit is mijn doel. Dan ga ik ervoor. Dan ga ik recht op mijn doel af. Want dit is mijn purpose. En als ik iets wil behalen, dan ga ik ervoor. En dat wou ik jullie eventjes mededelen. Dat als jij iets wil, dat jij het kan bereiken. Maar dan moet je ervoor gaan en hard voor werken. Goedemorgen, ik heb dus net even een lekkere trainingssessie gehad. Oh, de zon schijnt niet helemaal goed op de camera. Maar ik heb dus net even een goede trainingssessie gehad. Het is natuurlijk nog corona, dus ja, we kunnen nog niet naar de sportschool. Ik was dus even van plan om daar bij wat rekken te trainen. Zodat ik toch actief kan blijven, want we moeten niet stil zitten.
Dus ik heb even vanochtend een goede trainingssessie gehad. Wij gaan nu naar huis toe. We moeten deze 3 dagen moeten we nog veel water drinken. 24 uur voor het resultaat, zeg maar de dag van het eindresultaat, moet ik geen water meer drinken, want al het vocht moet uit mijn lichaam. Maar in ieder geval, vandaag moeten we nog 8 liter water naar binnen werken. Ik heb er volgens mij al 2 liter op zitten. Wat ik wil zeggen, we gaan nu naar huis toe, even opfrissen. En dan hebben we online school. Dat gaat ook natuurlijk gewoon door. Dus ja, dat is wel een beetje balen, maar dat eerst. En wat ik wel heel erg heb, is dat ik zeg maar gewoon heel erg op de details kijk. Zeg maar naar de vetjes, wat ik nog heb. Kijk, ik kan mezelf gaan vergelijken als andere sporters, maar daar heb ik niks aan. Snap je? Ik moet kijken naar de progress die ik heb geboekt. Tuurlijk, in deze 3 maanden is het nog lang niet het beste wat ik eruit heb gehaald. Maar ik ben echt al trots op wat ik heb behaald. Dus in ieder geval, wat het eindresultaat ook mag worden, wees trots op jezelf. Ik ben trots op mezelf, wat ik heb behaald. En hierna kunnen we alleen nog maar verder, want dit is pas het begin. Onthoud dat. Oké, jongens. Hey, we zijn er. Het is momenteel 12 over 10. Of nee, wat zeg ik? 12 over 11. En dit is de laatste dag. Morgenochtend is het zover. Dan gaan we shooten. Ik heb nu al vanaf gisteravond heb ik geen water gedronken. Ik word een beetje chagrijnig. Ik merk dat ik zoveel dorst heb. Maar ik heb dus net tanden gepoetst en dan als ik dan eenmaal dat water in mijn mond heb om te spoelen, dan wil ik het gewoon doorslikken. Maar dat kan dus niet, omdat ik ervoor moet zorgen dat mijn lichaam een beetje uitdroogt, zodat ik op de foto iets droger eruit kom te zien, hoop ik. Ik hoop dat de foto er mooi uit gaat zien. Ik moet nog eventjes volhouden. Morgen om 1 uur is het zover. Dan gaat het beginnen. Dan gaan we de foto maken waar ik 3 maanden op gewacht heb. Natuurlijk niet alleen voor de foto, maar ook voor mezelf. En ja, ik heb heel erg dorst. Laten we maar snel gaan slapen, zodat morgen snel voorbij is. Dat ik weer lekker mijn water kan drinken. Ik ga slapen. Ik kijk uit naar morgen. En zullen we het zo zien. Hard work pays off. En dat gaan we morgen meemaken. Ik ga lekker slapen, heb ik nu ook al verteld. Ja, ik ga lekker naar bed, jongens. Waar zitten we dan? 3 maanden later. Had ik het van mezelf verwacht? Nou, stiekem een beetje. Als eerst, in die 3 maanden denk je van, ah, het komt wel goed, weet je. Vooral in de eerste maand, weet je. Dan is alles gewoon zo simpel nog. Maar als je eenmaal in het proces zit, dan ga je het zwaar krijgen. En dat was ook zeker te zien. Want als je echt zo'n lichaam wil onderhouden, zoals bodybuilders, sporters, moet je er wat voor over hebben. Ik heb nu laten zien dat ik in 3 maanden zo'n lichaam kan maken, kan trainen. Alleen moet je er daar echt iets voor over hebben. Ik heb in mijn 3 maanden proces heb ik een voedingsschema gekregen van mijn personal coach, Mark. En nu ga ik eerlijk met jullie zijn. Het is niet altijd van, ik heb me aan het schema gehouden 3 maanden lang. Nee, dat heb ik niet. Ik had ook wel af en toe mijn cheats, weet je. Dat ik gewoon mijn ups en downs tegenkwam. En dat ik dacht van, ah joh, fuck het schema, weet je. Ik eet gewoon. En uiteindelijk kwam ik er dan weer achter van, oh shit, wat heb ik gedaan? Omdat je dan op dat moment heb je zoveel trek en denk je alleen maar aan eten. Dat je denkt van, oh joh, ik eet gewoon wat ik wil eten. En uiteindelijk denk je van, shit, ik had het niet moeten doen. En zulke momenten, die ups en downs heb ik in deze 3 maanden, ben ik best vaak tegengekomen. En in ieder geval was het waard, deze 3 maanden. Zeker. Ik heb mijzelf
nieuwe dingen geleerd. Ik ben mezelf tegengekomen. Ik weet van mezelf hoe sterk ik kan zijn. Niet sterk qua lichaam, maar sterk qua geest. Je hebt echt behoorlijk motivatie nodig en discipline om dit vol te houden. En ik ben trots op mezelf dat ik gewoon zo ver ben gekomen, want normaal zou ik niet verwachten dat ik zo ver zou komen. Tuurlijk, ik geloof in mezelf, maar dit is behoorlijk wat. Het vraagt echt wat van je. En natuurlijk, Mark heeft me geholpen in het traject. Die heeft me gepusht tot het einde, waar ik heel erg dankbaar voor ben. En ja, vandaag is de dag. Vandaag is de fotoshoot. Vandaag is de fotoshoot bij CrossFit 0342 Barneveld. Ik ben ready. Ik hoop dat jullie ook ready zijn. Laten we maar beginnen. Dit is The Shape of My Life, de documentaire van Marcus on Vlog. Chagrijnig, ik heb honger. Dan denk je van fuck, gedaan. En dan was het dus ook te bereiken op de weegschaal. Het is zover. Ik sta nu hier. Ik sta hier met een big smile. En deze dag kan niet meer stuk. Ik sta nu zo positief in het leven. Deze 3 maanden heeft me zo gelukkig gemaakt. Ook al ging het door ups en downs. Dames en heren, jongens en meisjes, familie, vrienden, mensen om me heen, kijkers. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik kom bijna niet uit mijn woorden, maar ik wil jullie zo erg bedanken. Want zonder jullie stond ik nu niet hier. Tuurlijk, die motivatie moet je uit jezelf halen. Maar zonder jullie motivatie had ik dit nooit gehaald.
was deze 3 maanden nooit gelukt. In oktober 2019 brak ik mijn enkel. De hele wereld lag op zijn kop. Toen dacht ik, laten we een nieuw hoofdstuk beginnen. Laten we het boek gaan openen en laten we lezen tot het einde. En dat einde is in zicht. Ik sta nu hier in CrossFit 0342 Barneveld. Ik wil Michel Morre heel erg bedanken. Het is nu corona. Ik weet het. Wij met z'n allen zitten in een moeilijke fase, een moeilijke periode. Maar dat kan ons niet tegenhouden. Wij moeten vechten zoals ik nu heb gedaan. Ik heb gevochten voor mijn droomlichaam. Ik wou vanaf het begin al the shape of my life. En kijk waar ik nu sta. Dit is pas het begin. Het proces is nog lang niet afgelopen. Dit is pas het begin. Deze 3 maanden heeft me verder geholpen. En Mark heeft me daarbij heel goed geholpen. Hij heeft me voedingsschema's gestuurd. Hij heeft trainingsschema's gestuurd. Hij heeft me geholpen om op te staan. En ik wil jullie gewoon heel erg bedanken. Ik wil Brent, de cameraman, heel erg bedanken. Ook mijn trainingsmaatje. Zonder hem was het ook zeker niet gelukt. Want hij geeft mij de motivatie. Als ik in ups en downs zat, zei hij, Marcus, opstaan. Jij kan dit, jij gaat het afmaken. En ik wil hem heel erg bedanken. Daarom moeten jullie allemaal Brent eventjes volgen op Instagram. Want deze jongen, die verdient zeker een applaus. Tuurlijk. Ik heb gewoon niks meer te zeggen. Ik ben gewoon zo blij. In ieder geval, om zo'n droomlichaam te bereiken, moet je er wat voor over hebben. Ik heb mijn voeding moeten aanpassen. Ik moest in een calorieën tekort komen. Tuurlijk vond ik het moeilijk. Maar het is me gelukt. Anders stond ik hier nu niet. Ik heb 24 uur geen water mogen drinken. Om al het vocht uit mijn lichaam te krijgen. En wat was dat moeilijk. Ik heb de hele nacht wakker gelegen omdat ik dorst had. Maar ik dacht, Marcus, niet opgeven. Kindjes in Afrika hebben soms helemaal geen water. Moeten langer dan 24 uur zonder water. En dat heeft mij nu geholpen. En ik sta nu hier. Ik lul te veel hetzelfde. Maar dat komt gewoon omdat ik zo blij ben. Ik ga eindelijk mijn flesje water drinken van XXL Nutrition. En ja, ik ga genieten. Ik ga positief het leven in. 2020 mag mijn jaar niet meer verpesten. Ook al moeten we door moeilijke tijd heen. Maar dit was mijn documentaire 2020. Marcus on Vlog. The Shape of My Life. Bedankt voor het kijken. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is kijk ze.